Een van mijn favoriete spelers, Nainggolan, tekent nu bij een oud club van jou. Moet jij even zeggen wat ik het goed zeg, Melvin? Bayangkara, ja. Ja, staan nu, als ik het goed heb, laatste. En het is een bijzondere club, hè, want ze hebben ook een bijzondere geschiedenis. Ze zijn gelieerd aan de nationale politie daar. Die club heeft helemaal geen supporters. Het is echt een politieclub. Die gasten die allemaal daar spelen, die hebben gewoon naast hun voetbal, zijn ze gewoon politieagent. Ze worden allemaal opgeleid als politie. Ik was op mijn scooter zonder helm, een beetje aangehouden. Zeg ik, hey, ik wil spelen van Bayangkara. Oh, sorry, you can drive, weet je. Ja. Die liet je gewoon je naam zien, dus het was echt lijp. Als je gewoon spelen bent in Indonesië, dan heb je gewoon heel veel respect. Ze behandelen je gewoon als een koning. Mij was prima. Ik vond het wel fijn. Wat ook bijzonder, dat logo, dat is een beetje goud ook. Dat is echt zo'n gouden badge van die agenten. Dat is als het goed is ook het logo van die club. Ja, dat weet ik allemaal niet. Het is allemaal uit de volksmond. The Guardians is de bijnaam van de bewakers. En ook als ze scoren, ze gaan ze allemaal zo.